Hier op Toekent is alles begonnen in 1962 en dan is het eigenlijk allemaal ontstaan. De vader en moeder waren boeren. Dat waren de enigste van Bergsplat die eigenlijk een tractor hadden. En dan zijn we toch mee beginnen gaan te rijden. Lekker in Bergsplat staat van op alle maaien, ploegen, al wat je maar kunt verdenken. Onze vader zorgde ook al voor de erfte bij boeren te planten, te oogsten en die te vervuren naar de fabrieken Piccolo in Stabroek. En zo ontstond de naam Karel Adams en Zonen, met onze vader, onze moeder, mijn broer Guy en onze Marcel. Ja, in 1963, dat was eigenlijk de eerste zwaarbeslissing. En dat was met onze moeder vermaaidusser te kopen, zonder hier te vragen. In 68 is dan spijtig genoeg mijn broer Marcel overleden. En dan werd er aan mij gevraagd of ik eventueel wou thuisblijven van school. Voor thuis te helpen. En dan zijn we stilletjes aan uitgegroeid tot een van de grootste loonbedrijven uit de streek voor in de landbouw te werken. En dan in 1972 is onze vader definitief gestopt. En dan hebben wij met z'n tweeën, ik en onze net, de firma De Gebroeders Adams opgericht. En verderop werden we dat toch gewoon, dat we meer vraag kregen in het grondwerken, wegeniswerken en de rembraak. En dat we daar toch in het jaar 80 zijn we dan definitief gestopt met het loonbedrijf. Dat was het moment dat we naar de overkant van de straat verhuisden en dat was wel een bewuste keuze. De afbraakwerken die toen gebeurden, weer alles gewoon weggesmeten eigenlijk, zo mocht het wel noemen. En we hadden al rap door dat we toch in de recyclage iets moesten gaan doen. En eind de jaren 80 hebben we Polendam aangekocht en hebben we de eerste breekinstallatie met een kleine betoncentrale gezet. Om ruimte te scheppen voor onze eigen kinderen zijn we toen overgegaan tot de splitsing. En hij is dan verder gegaan in de recyclage en beton. En ik ben verder gegaan in wegenbouw en infrastructuurwerken. Toch wel straf hè, dat onze moeder en onze vader onrechtstreeks toch voor een 150 à 160 mensen werk gecreëerd heeft, van een organisatietalent gesproken. Ja, en wat bedoel je daarbij? Maar bij ze afwerken er een 55 à 60 en bij jullie? Ja, ook zoiets van 55, 55, 60 man. En dan bij ons Hilde en de Ron ook nog eens een reale 50. En dan nog een heel aantal in onderaanneming alle dagen. Hè? Ja. Ja, dat bij ons ook zo. Hè.